Als burgemeester van jouw Noordzee wil ik alles weten over de energietransitie. Want wie Noordzee zegt, zegt nieuwe energie. Daarom laat ik me één dag onderdompelen bij TNO. De Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Hoe kunnen we warmte uit de aarde gebruiken als energievoorziening? In deze aflevering praat ik erover met expert Jan-Diederik van Wees. Geothermie, hoe werkt dat? Geothermie, ja, dat is de winning van warm water diep uit de aarde. Van 70 tot 100 graden warm water op 2 tot 3 kilometer diepte. En dat kunnen we perfect gebruiken voor de verwarming van kassen, huizen en ook voor de industrie. Kan je tekenen? Ja, ik denk dat dat goed is. We zijn nu aan de oppervlakte waar de huizen staan. En dat warme water zit in diepe lagen, 2 tot 3 kilometer diep. En wat we dan doen is dat we een boring maken van de oppervlakte helemaal naar een diepte van 2 kilometer. En die gebruiken we om het warme water op te pompen. En afgekoeld water uit de bron wordt weer teruggepompt in dezelfde laag. Het voordeel daarvan is dat het in tegenstelling tot gaswinning dat de bodem niet inklinkt. En dat er ook geen grote drukveranderingen en spanningsveranderingen kunnen optreden, waardoor je ook geen aardbevingen krijgt. Dus geothermie is veilig? Ja, voor zover wij weten nu is dat veilig, ja. Ik vraag me af, dit kan dan op land? Ja. En hoe zit dat op zee? Ja, dat is een hele goede vraag. Want ja, als je warmte produceert op zee, dan daar heb je niet zo'n behoefte aan warmte. Je hebt in ieder geval geen huizen om te verwarmen. Wat je wel kunt doen, is ook van geothermie, van die warme water, kun je ook elektriciteit maken. Een andere mogelijkheid is dat je het combineert met bijvoorbeeld CO2-opslag. Dus geothermie is een hybride oplossing eigenlijk? Kun je ook als hybride oplossing gebruiken. Geothermie, het is veilig en het is duurzaam. Dat vind ik heel belangrijk. In de volgende aflevering praat ik met expert René Peters over waterstof.